Welkom bij een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een nieuwe boodschappen shoplog van de Albert Heijn. Het is vandaag woensdag. Het is net kwart over acht geweest. En de bezorger stond al aan de deur. Dus ik ben nog een beetje moe. Net wakker. Die look heb ik. Maar gelukkig gaat het vandaag om de boodschappen. Ik heb eigenlijk geprobeerd om voor een week boodschappen te bestellen. De kasten waren een beetje leeg. De koelkasten waren weer een beetje leeg. En de vriezer ook. Dus ik dacht even flink bestellen. Maar toen ik net ging betalen dacht ik, is dat het? Dus ik weet even niet meer wat ik allemaal heb besteld. Dat zien we zo wel. Laten we maar gewoon gelijk gaan beginnen. Het is niet echt ideaal. En ik heb gewoon een lamp aan. Want ja, anders is het helemaal donker. Ik heb dit keer twee kratjes. Er zit wat in het plastic en een tasje. En laat ik het maar gaan uitpakken. En laat ik het jullie per gedeelte zien, zeg maar. Zodat het een beetje overzichtelijk blijft. Het eerste gedeelte van de boodschappen. Ik moet wel lachen. Want er zat dus een papieren tasje bij. En er zat alleen maar dit in. Dus ik denk, waarom kan dat dan niet bij de rest? Dus die logica snap ik even. Maar goed, de boodschappen. Een blad met half om half gehakt. Dus een kleine verpakking van 300 gram voor de macaroni die Sterre en ik vandaag en vrijdag gaan eten. Ik maak dan een grote pan en dat eten we dan vandaag en dan overmorgen nog een keertje. Dus Roy lust dat niet, dus heet wat anders. Drie zakjes appel natuurlijk weer. Ik ben wel van plan om volgende week of zo gewoon de appels te kopen. Dat ik ze zelf in stukken ga snijden. Want ik moet eerlijk zeggen, de zakjes zijn ook duurder geworden van de week. Nu waren ze weer 3 voor 2,50. Maar laatst zag ik ze ook nog duurder. Dus dan denk ik, dan kan ik gewoon beter de appels zelf kopen. Lang verhaal, kort verhaal lang weer. Aardappels, kruimige aardappels die al geschild zijn. Die zijn voor vanavond bij de boerenkool. Voor vanavond of morgen. Ik weet even nog niet de planning. Ik dacht dat zie ik vanavond wel waar we zin in hebben. Of we eten macaroni of boerenkool. Kijk nog wel, het is vroeg. Witte pitloze druivenbak. Dit is Sterre haar favoriet. En die waren nou in aanbieding voor 1,39. Dus leuk. Een stuk gember. Ik ben tegenwoordig helemaal van de verse gember, zeg maar, om daar thee mee te maken. Heerlijk. Een zakje geraspte kaas 30 plus. Voor bij de macaroni en voor als we een ei gaan bakken of zo, een beetje kaasroof of komt ook wel op. En het komt vaak niet op. Ik heb ook wel eens dat zo'n zakje half ligt te beschimmelen in de koelkast. Ja, true life, het is nou helemaal zo. Dus ik ga de helft straks alvast in de vriezer gooien, zodat ik zeker weet dat dat goed blijft. Voor Sterre een emmertje stracciatella yoghurt. Hier zit ze al op te wachten, ze is ziek thuis. En ze heeft nergens anders zin in. Dus ik zei, weet je, de Albert Heijn bezorger komt zo. Ik neem dit als eerste op. En dan kun je zo een schaaltje yoghurt eten. Dus moet toch iets binnenkrijgen. Een strong broccoli. Alpro yoghurt. Wat is het? Clark yoghurt. Ik heb dit nog nooit op. Maar dit was ook in de aanbieding. 2 voor 3. Dus ik heb de vanille meegenomen. meegenomen. Uitgekozen online. Lekker makkelijk. En met blauwe bosbes. Nou, voor Roy was de Old Amsterdam in de aanbieding. Volgens mij was dit 1 euro nog wat. Dus ik dacht, dat is voor Old Amsterdam best wel goedkoop. Blokjes kaas. Vindt hij heel erg lekker. Dus voor bij het voetballen vanavond. Dan waren de frietjes van, tenminste de aardappeldingetjes, de frietjes dan ook, van Lamp Weston. In de aanbieding, deze zakken heb ik een tijdje geleden bij de MT gekocht. Die was toen ook in de aanbieding. En nu bij de Jumbo lag het ook, of Jumbo, Albert Heijn, goedemorgen. Lagen ze ook weer dan online. Nou ja, ook in de winkel. En ze waren super lekker. Dus voor de oven. Nou ja, wij gebruiken de airfryer. Dus die gooi ik zo gelijk eventjes in de vriezer. En de volgende lading. Mochten jullie wat op de achtergrond horen. Dat is toch Sterre. Ik denk dat het was. Een doos met diepvrieshamburgers. Altijd handig om in huis te hebben. Als je ook wat honger krijgt. Lekker makkelijk een broodje hamburger wel eten. Of iets wat er Roy vindt het lekker voor in de airfryer. Een rookworst voor bij de stamppotboerenkool. Ovenfrikandellen. Roy was al heel blij dat vandaag de boodschappen kwamen. Want hij had zin om frikandellen vanavond in de airfryer te doen. Dus ja. Ik lust dit allemaal niet. Maar goed, als hij het lekker vindt, prima. Een doosje blije kip-eieren. Ik heb normaal eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen, de hele goedkope eieren. Maar ik probeer er iets meer op te letten. En volgens mij is dit dan iets beter, denk ik. Of, nee, in ieder geval 10 stuks. Paprika mix, die zijn ook zo binnen 2 dagen op, want dat wordt gewoon als snack gegeten. Een komkommer, hetzelfde verhaal als de paprika's. Een zak met vuilniszakken, hier ben ik ook heel blij mee, want ze waren op. En nu kan ik weer verder met opruimen. Ik dacht, ik kan wel weer naar de winkel hier dichtbij lopen om ze te halen, maar ik heb ze besteld. Dat vind ik dan weer zonde, dus ik denk, ik wacht al 2 dagen.
Ja, dus daar ga ik zo mee aan de slag. Pomodori of pomodoro, passati, weet ik voor hoe je dit uitspreekt. Tomatenspul voor de macaroni. Ja, de boerenkool had ik in de vorige video ook al uitgelegd. Dit is de enige boerenkool die Roy lekker vindt. Ster en ik vinden het niet lekker, maar hij moet ook wat gezonds binnenkrijgen. Dus nou ja, haal ik dat. Op zich is prima te eten hoor, maar ik vind verse lekkerder. Maar goed, ja, je moet wat. Avocado was in de aanbieding volgens mij, geen idee. Dus ik dacht, neem er eentje, maar hij is nog pikkelhard. Dus die moet nog een paar dagen rijpen. Dus een klein zakje macaroni voor vanavond. Ik heb besloten vanavond macaroni, morgen boerenkool. Dus voor vanavond. Roy's favoriete cakejes met pudding erin. En ja, wij vinden ze ook lekker voor bij de koffie, dus niet. En een knoflooksaus van Heinz. Dit was een euro, dan snap ik het ook. Het is een wat kleinere verpakking, maar dat is prima, want hier doen we toch hartstikke lang mee. Dus ja, ook die. En dan ga ik dit weer even opruimen en dan gaan we weer naar de volgende lading. De volgende lading, terwijl dat ik dit uitpakte, zag ik dat de vegetarische balletjes van Albert Heijn er niet bij zaten. Maar op de bon staat niet leverbaar, dus daarvoor moet ik dan even van de week terug naar de winkel. Maar goed, een zakje chipjes, frietjes en sunbreaks, wavy grains in sour cream en black pepper. Deze zaten in deze zat in de scoopiebox en die vonden we allemaal heel erg lekker deze smaak. Dus ja, daar ook een zakje van. Dat ligt er voor het weekend of van de week, of weet ik veel. Het ligt gewoon. Er wordt niet heel veel chips gegeten, dus twee zakjes. Voor de rest valt wel mee. Zaanse mayonaise was op, dus daar heb ik een grote plakon van laten bezorgen, zeg maar. Ik wil de hele tijd meegenomen, maar online bestellen, ja, dan heet dat anders. Raak frambozen aanmaak limonade. De keer wegwerpscheermesjes en een blikje tomatenpuree. Deze is ook voor straks bij de macaroni. Mijn favoriete allesreiniger met grapefruit. 12 flesjes water. Deze gaan met sterren mee naar school. En als ik naar de sportschool ga, neem ik ook zo'n flesje mee. Ik zit eraan te denken om twee doppers te kopen. Voor, ja, dat is toch iets bewuster, zeg maar. Maar ik vind het nog zo duur. Dus daar moet ik nog even over nadenken. In ieder geval 12 flesjes water. 4 bakjes hondenvoer. Was met korting. Volgens mij was het tweede voor de halve prijs. Ik heb er 4 meegenomen. Of zeg ik het weer. 4 uitgekozen voor vee. Tuk bacon en een tube curry. Zoals je ziet, of curry ketchup, er komt zo nog een sausje. Ik heb de koelkast flink opgeruimd. Heb ik alle oude sausen weggegooid. Want ja, dat was gewoon even nodig. Dus ik heb weer wat nieuw besteld vandaar. Nou, dit ga ik ook weer opruimen. En dan gaan we naar het laatste gedeelte alweer. En dan weer het laatste gedeelte. Toen ik net zo kwam brengen, dan bezorgde ik, oh wat veel. En nou, dat ik het laat zien, denk ik, oké. Maar goed, 2 keer bruisend mineraalwater citroen. Maar ja, vind ik gewoon heel erg lekker in plaats van een keertje water. 2 keer een liter Coca-Cola Zero. Ik hoop, ik ben wat aan het afbouwen om dit te drinken. En dat het lukt nu. Dus 2 kleine flesjes. En ik hoop dat ik dan voor volgende week ook nog genoeg heb. Oh, de flessen gaan er vandoor. Blijf leren. En dan rol je maar weg. Maakt ook niet uit. En een fles... Ja, kijk. En een fles Albert Heijn Cola Zero, volgens mij. Ja, no sugar, volgens mij is dat ook zero. Deze is voor Roy. Hij drinkt dit, zeg maar. Hij neemt deze mee naar boven op onze slaapkamer. En vaak aan de stad naast het bed voor 's nachts. Ja, weet je. Dan heb ik zoiets van, drink dan maar het huismerk en niet de cola. De dure Coca-Cola. En dat is voor hem prima. Ik vind deze niet zo lekker. En een saus, de laatste saus is de Amerikaanse frietsaus, een soort McDonald's saus. Ik ken deze niet, maar voor in de voorraad. En dan als allerlaatste, die staat daar, ik had geen zin om te slepen, daar bij de rommel, daar, een krat de klok bier. Ik denk, die hoeft er, ja, hij staat niet helemaal scherp omdat het nog donker is, maar jullie zien hem. Ik dacht, ik laat die ook bezorgen, dan hoef ik daar ook niet mee te slepen. Dat waren de boodschappen alweer. Het is nu 9:15 en normaal gaat het opruimen natuurlijk iets sneller. Maar omdat ik het nou film en dan tussendoor opruim, ja, duurt het wat langer. Ik was bij elkaar voor dit. Er zat natuurlijk bezorgkosten bij, statiegeld, ook statiegeld van het krat bier. En ik heb 2 blauwe kratjes, dus het kratjes wordt 4 euro per krat statiegeld gerekend. En voor de flessen drinken natuurlijk. Nou waren de vegetarische balletjes niet op voorraad, maar die zijn ook niet
op prijs berekend op de factuur. Ik moest €79,82 betalen. Dat is dan inclusief zorgkosten, statiegeld en alles. Dus ik vind het nog een meeval. Ik moest betalen. En ik zei tegen hem, weet je het zeker? Ja, stom. Want normaal als het meevalt, moet je dat natuurlijk nooit zeggen. Maar het klopt. Nou heb ik natuurlijk maar heel weinig vlees. Of eigenlijk volgens mij maar 1 of 2 dingen vlees. En ik heb de vriezer nog aardig vol liggen met vlees. En het weekend eten wij makkelijk, want Sterre die gaat logeren. Roy en ik gaan met de verbouwing bezig, dus dan wordt het een broodje, een soepje of wat dan ook. Dus ja, we hebben voor de komende week gewoon heel weinig vlees nodig. Dus dat is mooi. Verder is de groente, diepvriesgroente had ik nog. Ik heb nog potten bonen staan. Ja, genoeg ook. Dus de basics zijn weer in huis. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik zit te kijken of er nog wat mis. Maar volgens mij heb ik alles. Dus ik vond het nog wel meevallen weer. En ik ben er zo blij mee. Want ik vind het bezorgen zo leuk. Dit is nou de tweede keer. En ik hoef gewoon niet meer te slepen voor de zware dingen. Dus ik had echt zoiets van yes. Want Roy die is nou in het weekend natuurlijk nog hartstikke druk met die verbouwing van de slaapkamer en de bovenverdieping. En dan, ja, ik heb geen rijbewijs. En met de auto haal je gewoon zulke grote boodschappen wat sneller dan de fiets. En nou, heb ik het al aan huis. Dus ja, ik ben heel erg blij mee nogmaals. Ik ga even de spullen opruimen, want ja, dat ligt nou daar. Ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even hieronder weten als jullie ook wel eens je boodschappen laten bezorgen. Mochten jullie nog Albert Heijn aanraders hebben, want ik denk dat ik dit nou wel 2 keer in de maand blijf doen. Niet elke week, dat wordt me iets te duur, maar 2 keer in de maand denk ik. Mochten jullie dus nog Albert Heijn aanraders hebben, laat het hieronder even weten. En ik ga even verder met opruimen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doeg allemaal!